Ik heb gemerkt dat er tegenwoordig heel veel mensen beroemd willen worden. En dat is in principe geen probleem. Maar mocht je nou ook het verlangen hebben om super duper famous te worden, dan is deze video speciaal voor jou. Namelijk 10 manieren om beroemd te worden. Let's go! De eerste manier is in principe vrij simpel. Je kan YouTuber worden. YouTuber word je door het te klikken op maak een account aan op youtube.com. En dan heb je een YouTuber. Dan is er een manier om meteen super duper veel views te krijgen. Zo, meteen. Oké. Dan is er een manier om meteen super veel views te krijgen. En dat doe je door het gebruik van de juiste titels. In principe komt het neer op dit. Als zolang je het woord fout in je titel gebruikt met allemaal hoofdletters, dan krijg je altijd super super veel views. Kijk maar naar dit. Beroemde mensen zorgt ervoor dat jij uiteindelijk meelift op de fame van die beroemde mensen en uiteindelijk word jij dus ook beroemd en dat is wat je uiteindelijk wil. Dat is bijvoorbeeld mij ook gebeurd toen ik nog niet bekend was, toen ik nog maar bijvoorbeeld 0 Instagram volgers had. Toen chillde ik met mensen zoals Justin Bieber en One Direction en Obama en uiteindelijk voor ik het wist, van nacht tot nacht, had ik 160.000 volgers op Instagram. Zo makkelijk gaat dat. Toen ik bekend werd en uiteindelijk ging ik ook foto's plaatsen met mensen die niet beroemd waren en uiteindelijk zijn die mensen nu ook beroemd. Denk maar bijvoorbeeld aan Eenhoorn Jos, sinds dat ik een foto met hem heb geplaatst, is hij wereldberoemd. Jos, als je kijkt, kwam door mij. Of bijvoorbeeld de keer dat ik die foto met Peter plaatste toen we nog heel jong waren, sindsdien is hij wereldberoemd. Sommige mensen zullen het waarschijnlijk niet weten, maar ik heb vroeger een foto geplaatst met Kanye West en sindsdien is hij nog veel beroemder dan ik. Ik was eerst. Ja, mensen weten dat niet meer. Een andere manier om beroemd te worden is door simpelweg mee te doen aan een talentenshow. Is it too late now to say sorry? Cause I'm little more than just nobody. Word klokkenluider. Bang, 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 bang. Nee. Jullie denken waarschijnlijk dat een klokkenluider dit doet. Bang, 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 bang. Maar dat is niet waar. Ja, dat doet hij ook, maar ik bedoel een andere klokkenluider. Bang, bang. Een klokkenluider is namelijk iemand, vaak een werknemer binnen een bedrijf, die een bepaalde wantoestand naar buiten brengt in de naam van het volk en van de maatschappij. Bang, bang. Bijvoorbeeld als je bij de FBI werkt en uiteindelijk naar buiten brengt dat de FBI alles van je weet. Nee, maar vaak is het zo dat als je een bepaalde geheimen naar buiten brengt die het volk dan moet weten, waarvan je zelf vindt dat dat moet, dan word je wereldberoemd. Want dan zegt iedereen, ja, super goed gedaan, maar dan word je altijd ontslagen bij je werk. Nou is er iets binnen. Oké, ik zit ergens mee, jongens. Ik heb een eigen bedrijf, Cinemate Studios. Daar werken allemaal mensen die filmpjes maken. Onder andere dit filmpje. En zoals je misschien hebt gemerkt, hebben wij een aantal kanalen met nogal wat views. Nou moet ik iets opbiechten. Dat gaat niet allemaal zoals jullie denken dat het gaat. Oké, dames en heren. Het is inmiddels dag 37. Ik ben op Cinemate Studios. Bram is nog steeds bezig met het refreshen van de nieuwe Cinemate video. We zitten bijna op 100.000 views. Michael is als een zombie. En Peter is duimpjes omhoog aan het geven op elke Kelvlog video. Dit kan niet langer doorgaan, dames en heren. Help! 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 Je kunt ook streaken om beroemd te worden. En als jullie nou niet weten wat een streaker is, dat is iemand die poedelnaakt over een voetbalveld rent. En iedereen denkt dan, hé, wie is dat? Dik grote piemel, wow, beroemd, krantenkop volgende dag. Ik heb het ook gedaan. En als je dan gaat streaken is het op zich wel handig als je het doet op een plek waar veel mensen kijken. Anders sta je best wel een beetje voor... lul. Ah! 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 Zijn weer al flink in de Kelvlog. Persoon. Dat kun je doen en dan uiteindelijk word jij ook beroemd, want als een beroemd persoon gaat trouwen, dan gaat de hele media het vertellen en dan uiteindelijk zegt ze, met wie ga je dan trouwen? Ja, met die jongen, oh, ook beroemd, weet je. Dat is bijvoorbeeld gebeurd toen Kim Kardashian ging trouwen met Kanye West of toen prinses, koningin Maxima ging trouwen met koning Prins Willem-Alexander of toen Little Kleine ging trouwen met Beyoncé. Seems legit.
Maak een viral internetgekkie video. Nee, we kennen ze natuurlijk allemaal. En daarom zijn ze ook beroemd. De internetgekkies. De alles en nog. Je kunt ze nu weer de rappershorts, dikke BMW, mevrouw, je weet alles. Ik heb even een testje gemaakt van hoe je een viral internetgekkie wordt. Het was namelijk ook één viral video waardoor ik ook een internetgekkie werd. Ik weet niet of jullie mij hebben gezien, maar hier is de video. Dikke BMW! Dikke BMW, jongens! Wat je ook kan doen om beroemd te worden, is door een nummer te maken en daarbij een dansje te bedenken, wat uiteindelijk iedereen heel makkelijk uit zijn hoofd kan leren en kan doen. Nou eet je vis op de wc. Nou eet je vis op de wc. Nou pak je stift en teken. Nou pak je stift en teken. Nou was je shirt en dit doe je. Door hem in de wasmachine te doen, was er al bij. Beetje wasverzachter, 40 graden, deur dicht en klik op start. We zijn erbij aangekomen bij de ene laatste manier om beroemd te worden. En dat is door het dragen van de juiste kleding. Met specifieke bezetten op een bepaald shirt. Er is één shirt wat je gewoon moet aantrekken en dan word je van dag tot dag steeds beroemder. Dit t-shirt is het Fuck Me I'm Famous. Je ziet daar iemand staan, maar, kijk maar, deze foto is van 5 dagen later en nou is die persoon veranderd in, inderdaad, Channing Tatum. Je wil niet weten hoe dat is gegaan. Het werkt. Ik heb het zelf geprobeerd. Weet je, het is gelukt. Oké, dit is de laatste manier om beroemd te worden. En ik wil even stoppen met de grapjes. Ja, ik vind het mooi geweest. Kijk, de afgelopen 9 manieren om beroemd te worden zijn natuurlijk leuk en daar gaan jullie om lachen. Maar er is maar 1 echt goede manier om beroemd te worden en dat is door keihard te werken. Ik wil dat iedereen het hoort, ik wil dat jij het hoort. Van dag tot dag, je staat op uit je bed met je goede benen en je besluit om keihard te werken. En als je dat doet, zolang je dat volhoudt, komt er een dag waarop je wereldberoemd wordt. Denk maar aan Steve Jobs, Mark Zuckerberg en Patricia Pai. Blijf werken, hou vol, geloof in jezelf. En dan komt er een dag waarop je in dezelfde spiegel kijkt en denkt, ja, ik ben beroemd. Oh man, ik heb nog net zoveel bullshit verteld. Nog iets heel belangrijks. Ik ga voor het eerst vragen om duimpjes omhoog. Ik ga kijken of wij op deze video minimaal de 15 duimpjes omhoog kunnen halen. 15 duimpjes. Gaat lukken. En dan ben ik er wel weer klaar mee. Tot volgende week. Mwah. Dat was voor de meiden. Voor de jongens. Box. Ik heb wel iets anders gedaan. En dat was dat ik deze camera heb neergezet en aangezet. Want ik maak weer een video voor jullie. Deze gaat vandaag over Squadcast.